Hallo. Ik ben bezig met een zelfgemaakte spiritbox. Je kan spiritboxen kopen eigenlijk alleen maar in Amerika via Amazon of eBay. De apparaten zijn nogal prijzig en bestellen gaat er vaak ingewikkeld. Eigenlijk is het heel simpel. Het is het hacken van een FM-radio. En waarmee je ervoor zorgt dat frequenties continu balans geschend worden. Daarvoor heb ik gebruikt een radiomodule. Kost maar heel weinig. Kun je kopen bij bijvoorbeeld bij AliExpress. Een FM radiomodule. En ik heb gebruik gemaakt van een frequentiedecoder. Een signaalregelaar is dat. Waar ik de snelheid van het schenden mee kan gaan bedienen. Ik heb het al inmiddels een beetje voorbereid om in een eigen boxje te bouwen. Antenne ben je ook nodig. En, ik ga nu de laatste gedeelte even aansluiten. Laten zien hoe die eigenlijk werkt. De gehele manier van dit setje... heb ik van iemand anders op via een YouTube filmpje. Wil je weten hoe het precies aangesloten moet worden en hoe het werkt, dan klik op de link die ik onder het filmpje zet. En dan krijg je het YouTube filmpje te zien waar je, hoe je hem echt moet bouwen. Ik doe dus nu alleen het laatste gedeelte en dan gaan we testen hoe die werkt. Nog één ding voordat we gaan beginnen. Je hebt verschillende radiomodules. Ik heb hier twee verschillende soorten. Ik had in eerste instantie een verkeerde radiomodule besteld. En daarna de goede. Dit is dus de goede. Waarbij je opletten moet is, wat het verschil in zit is, de aansluiting voor de stroom. 5 volt ongeveer. Die zit bij de goede radiomodule hier links. Of rechts naast de volumeknop. Bij de foute zit die links bovenin. Je ziet ook zeg maar hier een paar draadjes en hier niet. Het grootste verschil zit in bij de foute module zit de frequentiezoeker zit aan de linkerkant en de volume zit aan de rechterkant. Je ziet het erbij staan, volume. Frequentie. Bij de goede module zit de volume links, frequentie rechts. Deze is wel geschikt als FM-radio, maar hij kan niet doorschinnen in een loop. Dus niet weer opnieuw doorschinnen. En als je hem aansluit, dan springt hij in een automatische mute-stand. Dus dan valt het geluid weg. Bij deze niet. Deze die kan 360 graden rond schinnen en deze springt niet in een automatische loop, daar kan je zelfs de of automatische mute, dat kan je zelfs instellen dat er ook nog geen ruis tussen de zenders door is. Dat is het enige verschil, dus deze ongeschikt, deze heel geschikt. Kosten rond de 7-8 euro. Dus, dan gaan we beginnen. De signaaldecoder heeft een aantal aansluitingen, 4 aansluitingen, waarvan PW1, PW2, je hebt PW1 ground, PW2 ground. Je gebruikt alleen PW1, PW2 en eenmaal een ground, gebruik je, een aarde. PW1, die heb ik in dit geval de groene draad, komt op aansluiting 1 van je frequentiepotmeter. Aansluiting 1. Daar komt PW1 op. Op de middelste komt de aarde, de ground. PW2 wordt aangesloten op de rechter pootje van de frequentiepotmeter. Dat is het. En dan moet het werken. Die gaan we even aansluiten. Even kijken hoor. Ja.
Dat is één. Weer de haren. Dat is twee. Nu nog de PW2. Ja, die moet nog even iets beter. Moet gelijk goed aansluiten, hoef ik ook niet weer af te koppelen. Zo. Goed. Nou, testen. Ik heb mijn kastje heb ik zelf gemaakt van een oude radio die ik eruit gesloopt heb, die kapot was. En daar heb ik ga ik de boel inbouwen. Ik heb een power knop. Oh ja, hij werkt op 4 pinlight batterijtjes. Ik heb een power knop waarmee de radio aangaat. Dus in principe is het nu gewoon een radio. Oh ja, de antenne aansluiting. Die moeten we er ook nog even weer aanzetten. Zie. Daar zit de antenne aansluiting. Oké. Dus, als radio functioneert hij nu. Even weer uit. Momentje. Ik zie dat mijn aarde er weer af is. Eén momentje. Oké. Alles is weer aangesloten. Antenne eraan. Power zit erop. Signaaldecoder zit erop. Power aan. De radio. Oh ja, dat zal ik ook nog even laten zien. Als je de power uitdoet en je houdt de volumeknop ingedrukt en dan zet je de power aan, dan staat er C0. Dat betekent dat campus radio uit is. Deze module heeft namelijk gewoon FM, maar ook campus FM. Campus FM is een universiteitsradiofrequentie, die heeft een bredere frequentie, zeg maar. Power uit. Knop ingedrukt houden. Power weer aan. C1, campus radio, staat ingeschakeld. Gewoon een radiomodule. Dan zet ik nu de signaaldecoder aan. Die heb ik hier aangesloten. Heb ik ingebouwd. Kijk, hij begint gelijk al te scannen. Nou, dan kun je dus met de signaaldecoder kun je dus de snelheid van het scannen kun je regelen. Okay.
Dat is het eigenlijk. Het is zelf even een beetje uitzoeken wat de beste snelheid is waar je je schender op wil laten draaien. Doe je de middel van de frequentie van de signaaldecoder. Simpel, dat is het. Oké, dan gaan we hem nu even inbouwen. En dan ga ik hem straks laten zien als hij ingebouwd is. Oké, dit is het resultaat. Dit is een oude draagbare radio die stuk was. Daar heb ik mijn hele spiritbox ingebouwd. Nou, eens even kijken. Power, radio. Volume. Signaaldecoder. Signaaldecoder heeft twee kanalen. FA1, FA2. Bij FA1 hoort DU1 en bij FA2 hoort DU2. Ik merk net ook dat als ik het lager zet, dat hij dan achteruit loopt. Nu loopt hij vooruit. De radio heeft ook een automatische squelch. Hou je de frequentieknop ingedrukt. Druk. Nou staat de automatische squelch aan. Dat betekent dat tussen de zenders door er een mute invalt. Dus dat tussen de radiozenders geen geruis is. Kijk, druk je weer in. Hou je mee ingedrukt. Oh. En dan zit er weer ruis tussenin. Dus wil je minder lawaai, dan kun je die automatische squelch aanzetten. Je kan ook een mute indrukken, even op de flummelknop drukken. Ja. Dat is het. Ik ga ervan uit dat er nu nog geen geestcontacten aanwezig zijn. Dat ga ik later uitproberen. Eigen gemaakte, simpel gemaakte spiritbox. Hoeft helemaal niet duur te zijn.
Een leuke manier om mij te hobbyen. En wie weet werkt het. Nogmaals, wil je exact weten hoe de opbouw van dit systeem is? Kijk dan even op de link hieronder. Want dat is de link naar de YouTube video van de originele bedenker van dit systeem. Dus niet dat alle eer naar mij gaat. Ik heb het nagedaan, maar op mijn manier, in mijn kastje. En dat is het. Dankjewel voor het kijken. En mocht je mijn video leuk vinden, doe een duimpje omhoog. En je kan ook abonneren op mijn kanaal, als je wil. Ik maak niet zo heel veel video's, maar ik wilde dit graag met jullie delen. Voor de liefhebbers van Ghost Hunting. Spirit Box. En dan voor Nederlanders. Oké, dankjewel. Tot ziens.